Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Suzanne en vandaag is het de hoogste tijd voor een nieuw deel van Vegan in de Supermarkt. Het is je waarschijnlijk niet ontgaan. Er zijn heel veel nieuwe producten verschenen in de supermarkt die vegan zijn. En ik heb hier een vijftal voor me liggen waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ik heb ze nog niet geproefd. Alhoewel, eentje trouwens wel, maar die wil ik toch even behandelen in deze video. Dus ik zou zeggen, laten we van start gaan. Oh ja, en aan het eind van deze video heb ik een hele leuke winactie en ik heb nog een leuk nieuwtje. Dus stay tuned. We gaan gewoon beginnen. Ik ga ze je laten zien, de producten. Als eerste, Dr. Oetker. Ik zeg nog gewoon Dr. Oetker. Big Americans Crispy Outside Soft Inside Barbecue Jackfruit. Vegan. Die ga ik zo de oven in doen. En dan hebben wij, dit vond ik heel erg bijzonder, een Huzaren salade van Plenty. Gloednieuwe Ben & Jerry's. Is nog niet verkrijgbaar. Ik ben heel blij dat ik deze nu al in mijn vriezer heb liggen. En een burrito uit de vriezer. En deze heb ik gisteravond geprobeerd, maar ik wilde hem toch even bespreken met jullie. De veggie runder teriyaki. Plantaardig. Oké, ik ga eerst eventjes die pizza in de oven doen, want die moet het langst. En dan kan ik intussen die andere dingen proberen. Ik ga het even in de pizza. Ik ga het even in de oven zetten. Moment. Dit is onze nieuwe oven. Hij reflecteert heel erg, maar het is echt een beauty van Panasonic. En ik ben er heel erg blij mee. Het is een ovenmagnetron, grill en alles in één dus. En ik ga nu de oven voor verwarmen op 220 graden. Ik ben eventjes verplaatst naar de woonkamer, want het opwarmen van de pizza, dat maakte nogal lawaai in de oven. Dus ik dacht, laat ik gewoon hier even verder gaan met de rest van de producten. Van de week keek ik op de website van Jumbo en ik zag tot mijn verbazing vegan Huzaren salade staan. Twee soorten maar liefst. We hebben er ook eentje met rode biet. En Huzaren salade is iets waar ik echt dol op ben. Dat aten wij thuis al heel vaak vroeger. Maar ja, ik ben er gewoon helemaal gek op. En ik heb het eigenlijk nog nooit in vegan versie in de supermarkt gezien. Dus ik was heel erg benieuwd. Ik heb er wel wisselende reviews over gelezen. Iemand schreef dat het haar deed denken aan koude aardappelpuree. En iemand anders schreef, want het lijkt helemaal niet op Huzaren salade, want er zit helemaal geen groente in. Ja, daar maak ik me ook wel een beetje zorgen over, want ik heb de textuur bekeken en ik heb de ingrediëntenlijst bekeken. En er komt dus helemaal geen doperwt in voor of geen augurk. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, het ziet er inderdaad echt uit als aardappelpuree. Het is een hele fijne structuur. Ik zie echt totaal geen groente. Ja, ik zie wel een klein beetje, ook een heel klein beetje zilverui. En mais. Maar goed, dus ik denk dat het eerder inderdaad naar een aardappelsalade zal smaken. Smaak is wel heel lekker. Ik ben het wel eens met kritieken. Het lijkt inderdaad wel op aardappelpuree, omdat het veel te veel gepureerd is. Huzaren salade, dat zijn toch stukjes aardappel volgens mij. Zo ken ik het tenminste. Ik zou hier zelf dus nog wat diepvrieserwten doordoen. En wat blokjes augurk bijvoorbeeld. Want het is wel een beetje saai. Wel lekker, dat wel. Zou ik het zelf nog een keer kopen? Misschien. Op een hele hete zomerdag. Ik vind ook de prijs, eerlijk gezegd, echt een beetje overdreven. Want het is €2,99 voor 220 gram. Echt maar een heel klein bakje. Nou, als jij een feestje geeft, barbecue feestje bijvoorbeeld, en je wil iedereen een beetje lekker Huzaren salade laten pakken, dan kom je hier niet heel ver mee. Dus dat is €3 voor zo'n klein bakje. Nee, ik vind het overpriced. Wel een coole verpakking trouwens. Mooie illustraties. Ziet er cool uit. Ja. Oké, dan een ander. Deze heb ik gisteren gegeten. Dit zijn de Lekker Veggie 100% plantaardige runder teriyaki greepjes van Jumbo. En ze deden me qua looks gelijk al heel erg denken aan de stooflapjes van Jumbo. En daar ben ik helemaal dol op. Dat is echt een van mijn favoriete vleesvervangers. Die eet ik zeker één keer per maand met rode kool en aardappelpuree. Love it. Het heeft een beetje biefstukachtige een biefstukachtige bite. Hetzelfde geldt voor de stooflapjes. Kom ik bij het bakken achter. Dat als je ze inderdaad, zoals op de verpakking staat, in de koekenpan met wat boter, vegan boter of olie bakt in 5 minuten. Ja, dan als je dat echt zo doet, dan eindig je met gordroge stukjes. En bij die stooflapjes heb ik hetzelfde gemerkt. Wat ik dan doe is, ik praat eerst even aanbakken. Een paar minuutjes zodat het een beetje gekleurd wordt. Dan doe ik er een flinke scheut water bij. En dan krijg je een soort van saus. En dat was hier ook bij. Ik heb wat videobeelden gemaakt, die laat ik nu gelijk zien. Dus dat wou ik nog even zeggen als tip. Ik vind het wel echt heel erg lekker bij wat ik, zoals ik het heb gegeten met witte rijst en broccoli. Lekker. Dus ik zou zeggen, dit is een aanrader. En dan gaan we naar de volgende. Dat is de nieuwe Ben & Jerry's Sunday Non-Dairy Berry Revolutionary. En die ligt nog niet in de winkel. Ik heb het aan Ben & Jerry's gevraagd en het is vanaf volgende week maandag
21ste uit mijn hoofd is dat, verkrijgbaar. En het is een ijsje met amandelijs, met frambozen, met gevulde cacaokoekjes, chocoladekoekjesaus en een topping van slagroomijs gemaakt met amandel- en karamelsaus. En stukken cacaofantasie. Nou, het is natuurlijk een hele mond vol. Ja, dat zie je ook op het plaatje. Het is van alles wat. Ja, de bovenkant, wat ik begreep, is een beetje opgeklopt slagroomijs. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Karamel swirls. Oh ja, de bovenkant is een beetje anders dan de rest. Oh my god, deze gaat niet lang mee. Weet ik nu al. Nou, zo kan je het wel een klein beetje zien. Het zijn allemaal lagen. Heel veel cookies. Heel veel karamel. En dan bovenop zit dan een soort van opgeklopte, heel luchtig ijs. Denk mijn nieuwe favoriet wel van Ben & Jerry's. En dan is het nu tijd voor de pizza. Hij is klaar. Ik ben heel benieuwd. Hij ruikt echt heel erg lekker. En zo ziet hij eruit. Echt heel goed belegd. Ziet er heel goed uit. Ja. Met rode ui en tomaat. En dan jackfruit in een barbecue saus. En vegan kaas, zo te zien. Goeie bijt. Lekker zacht. Crispy, luchtig. Hele lekkere pizza. Ja, ik zou deze zeker nog wel een keer kopen. Ik eet niet helemaal op, want er is namelijk nog iets wat ik nu ga klaarmaken en opeten. Deze burrito van No Fairy Tales. No Fairy Tales ken je vast al van die wraps, van die beet wraps. En nu hebben ze dus zo'n gekleurde beet wrap gevuld met chili sin carne. Ze hebben nog twee soorten, maar die moet je niet hebben, want die zijn niet vegan. Maar deze is dus wel vegan. Er staat ook een vegan logo op. En hij kan zowel in de oven als in de magnetron. Ja. Oh, en ik in de airfryer. Ik heb helaas op dit moment geen airfryer. Maar ik ga in de magnetron doen, want die heb ik sinds kort weer wel. 600 watt, 4 tot 5 minuten, dus dat ga ik eventjes doen. Ik heb hem in de magnetron bereid en dat zou ik niet echt aanraden, want ja, het loopt er een beetje uit allemaal. Hij is wel heel goed gevuld, dat moet ik wel zeggen. Hij is echt heel goed gevuld met, nou ja, ik zie gelijk al mais en zal bonen zijn, tomaat. Heel heet, maar ik kan dat altijd wel aan. Oké, daar gaan we. Ja, dat vind ik wel oké. Een 7. Maar het is smaak. Het is echt smaak. Het is gewoon niet helemaal mijn smaak. Ik vind de tomaat een beetje te overheersen. Ik denk dat er heel veel tomaat in zit. Gaan we de grap even kijken op in de ingrediënten. Ja, er zit dus allemaal groente in. En als eerste tomatenpuree. En die proef ik heel erg. Ja, ik zou, als ik hem wel eens iets aan de tomatenpuree verhouding doen. Die is al een beetje through the roof, vind ik. Dus conclusie. Het is niet helemaal mijn smaak. De tomatenpuree is te overheersend. Maar ik vind het wel fijn dat het er is. Want in dat schap met ja, kant-en-klare dingetjes, daar mis je echt nog wel wat vegan opties. Fijn dat dit er is. Oh, het krijgt ook een A-Nutri-score. Dat is dan wel weer leuk. Mooi meegenomen. Nou, dat waren alle producten voor deze keer. En dan heb ik nu nog een winactie en een nieuwtje. Laat ik met het nieuwtje beginnen, want die komt ook voor in de winactie. Het nieuwtje is... Nou, als je mij langer volgt, dan heb je dit vast wel eens voorbij zien komen. Mijn Wat Eet Je Dan Wel tas. Die draag ik echt al jaren. Dan ga ik zo heel trots mijn boodschappen doen. En die had ik ook best wel geregeld zien in stories. En dan krijg ik altijd al de vraag, kan ik hem ergens kopen? En het kwam er maar niet van. En dan kwam ik er weer niet uit. Want dan had je verzendkosten, btw. En dan legde ik het weer opzij. Maar nu eindelijk is het zover. Ik heb een webshop. En ze zijn te koop. En ik heb er al best wel wat verkocht. Super trots. Nou, ik heb dit tasje in eerste instantie echt alleen voor mezelf gemaakt. Zo van, nou, het lijkt me hartstikke gaaf gewoon om reclame te maken. Maar het was zo gaaf dat mensen erom vroegen of ze het konden kopen. Ja, dat het idee bij mij in mijn hoofd kwam van hoe cool zou het zijn als mensen hiermee boodschappen gaan doen. En dan de boodschap verspreiden van veganisme. En natuurlijk, ja, Wat Eet Je Dan Wel.nl promoten op die manier. Maar ook daarmee veganisme. Fantastisch. Dus dat is echt mijn doel. Zoveel mogelijk tasjes verkopen. Maar die tasjes heb ik echt al een hele tijd geleden gekocht. En die stonden al de hele tijd boven in een doos. Wat ik niet wist, is dat een gedeelte, een best een behoorlijk gedeelte. Hallo. Dat best een behoorlijk gedeelte niet perfect is. Het zijn, zoals ik het heb gehad van Albert Heijn, buitenbeentjes heb ik ze genoemd. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld een stiksel. Het is verder helemaal prima tasje. Maar net dat eventjes, die imperfectie, dat vind ik gewoon, dat kan ik gewoon niet verkopen voor de volle prijs. Alhoewel, de volle prijs is op dit moment €5 en ik verdien er echt helemaal niks aan. Als ik maar niet, weet je, als ik maar gewoon uit de kosten kom.
En weet je, het zijn prima tasjes. Van een afstandje zie je het gewoon niet. Je kan er prima je boodschappen mee doen. Er kan echt heel veel in. Ik draag hem zelf al jaren als boodschappentas. Het zijn gewoon prima stevige tassen. En ja, nogmaals, je maakt mij er heel erg gelukkig mee. En voor niks gaat de zon op, maar bij wat eet je dan wel? Wel, want ik heb dus besloten om die buitenbeentjes, die staan nu dus gewoon gratis te koop. Dat klinkt natuurlijk heel erg raar. Gratis te koop, je krijgt ze gewoon gratis. Maar ik vraag alleen de verzendkosten, want dat zijn dus 3 postzegels, oftewel 2,88. Dus als je in de shop kiest voor een buitenbeentje, dan betaal je 2,88. Maar dan krijg je dus zo'n buitenbeentje thuisgestuurd. Ik wil gewoon zoveel mogelijk tasjes aan de man. Ja, het lijkt me gewoon, ik vind dat gewoon zo cool. Dus je zou mij super blij maken als je zo'n tasje zou kopen. En helemaal als je het mij laat weten met een foto. Het lijkt me echt fantastisch. Bij de winactie, alleen voor jullie hier op YouTube. Ik ga even laten zien wat er allemaal te winnen valt. Geloof me, dit wil je. En wat eet je dan wel, tasje? Met een leuk strikje. Oh, dat vergeet ik helemaal te zeggen. Alle producten, behalve een tasje, komen uit Duitsland. Duitsland is als veganist fantastisch. Heb je de kans om naar Duitsland te gaan om boodschappen te doen, doe het. Het is sowieso veel voordeliger. Ander B2. En ze hebben zoveel vegan producten. Amazing. Ik was er al heel lang niet geweest, dus ik keek mijn ogen uit. Dat was vorige week. Echt, ik had niet normaal gewoon het aantal producten, het aantal meters koelingen met vegan producten in de supermarkt is echt... Als je denkt dat wij al veel hebben. Ik heb daar dingen gezien, echt wauw. En ik heb dus wat dingetjes meegenomen. Helaas geen gekoelde dingen, want ja, dat gaat gewoon niet. Om te beginnen 2 non-food producten bij DM, drogisterij. Een heerlijk luchtje. En een eau de parfum, een eau de toilet is meestal niet vegan. En ook niet proefdiervrij. Deze wel, heeft ook het echte officiële vegan logo. Niet op dieren getest, want het is van DM huismerk. En die zijn niet op dieren getest. En het is een heel lekker luchtje. Ik heb hem geroken in de winkel. En ik dacht, ja, die wil ik weggeven. Het ruikt naar vanille. En onder andere en sinaasappel. Dit is ook een van de populairste luchtjes van DM. Dus ja, gewoon hartstikke lekker. En verder heb ik een lekker haarmasker meegenomen. Voor je haar. Heerlijk. Om je haar echt lekker mee te verzorgen. Dit is popcorn met gevriesdroogde aardbeidjes. Verkruimeld helemaal. En dat is een soort poeder eroverheen. Dit is lekker. Ik heb het zakje echt in één keer opgegeten. Echt super lekker. Okay, en dan heb ik bij DM ook worstjes gekocht. Dit zijn een soort chorizo worstjes. Natuurlijk helemaal vegan. En die kun je gewoon als snack eten. Heel lekker. Als je trek hebt of een hele makkelijke lunch wil. Dit zijn noedels met, of nou ja, een soort pasta. Fusilli pasta met linzen en allemaal kruiden. Daar hoef je alleen maar water bij te doen. Heet water. 5 minuutjes. Heel lekker. Chocolade marshmallows. Oh my god, dit doosje was echt binnen een dag op. En dan het allerlekkerste. Dit had Fabien voor mij met Valentijnsdag besteld online. Het is hier niet te koop, gelukkig maar. Want nou ja, dat zou helemaal fout gaan bij mij. Het is namelijk chocolade van Lin. En ik dacht, oké, chocola. Het is wel lekker, weet je wel. Maar Lin, het zal wel bijzonder zijn. No words. Dit is serieus de allerbeste vegan chocolade die ik ooit heb gegeten. En ik was altijd van vego chocolade en... Ik kom even niet op het merk, maar nee, deze. Dit is echt niet normaal. Dit is op basis van havermelk met cookies. En ik heb ook de salted caramel gekregen van Fabien toen. En die vond ik wel oké. Maar de cookies, dit is gewoon niet normaal. Yo. Nee, katten en dozen. Nou ja, ik ben echt heel benieuwd of jullie, of een van jullie het ook heeft geproefd en het ook zo ervaart. En dat was het. En ik heb zelf echt een hekel aan van die winacties waarbij je 3 miljoen dingen moet doen om het kans te maken. Dus ik hou het heel erg makkelijk. Welke van deze producten in de doos zou jij het liefste, zou jij als eerste eruit halen voor jezelf? Welke ben jij het meest benieuwd naar? Laat het me weten in de reactie. Ik laat me gewoon lekker een weekje lopen tot met zondag. Nou, ik vond het heel erg leuk om deze video te maken. En ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Dank je wel voor het kijken. En ik zou zeggen, tot gauw. Doeg!